In Oudorp werden de avond voordat daar het Nederlands kampioenschap jeugdwielrennen plaats zou vinden, de laatste voorbereidingen voor het wielerevenement getroffen. Jonge wielrenners verkenden daar alvast het parcours. De route van het NK gaat onder andere via de Munnikenweg en verder wordt er gereden over de Herenweg, de Kerklaan, de Kasteellaan en de Westerstraat. Het parcours werd 's avonds al afgesloten voor gewoon verkeer, zodat kon worden ingereden. Op de wedstrijddag zelf is het parcours van 7:30 morgens tot 8:15 avonds afgesloten, want dan wordt er de hele dag gereced door jonge wielrenners uit heel Nederland.